in de haatbuurt. Deze meneer, waar staat de H voor? Kom eens naar voren. Waar staat voor jou de H voor in de H-buurt? De H staat voor Happy. Happy. Deze wijk, dus, dat zijn koophuizen. En de bewoners hier hebben een initiatief om hier zo een soort bloembakken, bloementuin te gaan maken. Vanavond willen we met jullie in gesprek over deze buurt. En hoe kunnen we die nou op de weg Vielenker inrichten? En we hebben een paar thema's. Dus dat gaat over sporten, dat gaat over spelen, dat gaat over fietsen en wandelen. Ik vind zeg maar dat jullie echt moeten kijken van op welk niveau kan je dan de ideeën zo goed maken dat ze aan dat soort dingen allemaal, dat ze daarbij helpen. Ja, heel mooi. Dat ligt bij jullie. Er is zelfs een fitnesscentrum voor middelbare schoolkids. Dat alleen jongeren daar zijn. Dat zou zelf ook eens werken. Want soms vinden ze het ook wel moeilijk om naar een Fit for Free te gaan. Want er zijn alleen maar oudere mensen die naar ze kijken. Maar ze willen ook met die dumbbells een beetje heen en weer groter worden, breder worden. Ja, je moet gewoon samenkomen op een of andere manier, maar je moet elkaar wel zoeken. Je moet ergens een common ground hebben en je moet het ook zelf belangrijk vinden dat je samenkomt. Groen is een van de sterke kanten van Zuidoost. Veel cement hier, maar ook veel mogelijkheden om de buurt mooi groen te maken. En groen te houden ook. Als we kijken naar de A9, dat wordt natuurlijk een mooi park. Dus wij willen eigenlijk het andere deel van Zuidoost met dit deel gaan verbinden. Maar ik denk dat we nog meer verbinding kunnen creëren tussen nieuwe en gevestigde bewoners door meer van zulke avonden te organiseren. Want dan krijg je dus twee generaties, zeg maar, die dan met elkaar gaan mengen. En dan komen er waarschijnlijk hele interessante gesprekken uit voor, denk ik. Nu is het hoog tijd om te investeren. We lopen achter. Ik weet dat in Amsterdam bijvoorbeeld 180 nationaliteiten zijn en 130 daarvan wonen volgens mij in Zuidoost. Ja, superveel. Ja. Dus dat is al heel veel. Ja. Dus wordt het multicultureler?